Welkom allemaal bij een nieuwe editie van Creatief met Kaarten. Omdat het december is, een Creatief met Kaarten kersteditie. Iedereen gaat beginnen natuurlijk met zijn kerstversieringen te verzamelen en op te hangen. Dus ik wil jullie laten zien wat je allemaal met kaarten kan doen. Een paar jaar geleden heb ik ook mijn Maptime en Creatief met Kaarten kerstavond gehouden. Waar echt super veel leuke kerstversieringen is geknutseld. Zoals deze. Allerlei soorten sterren die je kan vouwen. Maar ook kerstbomen. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe jullie deze kerstboom kunnen maken. Je kunt het maken met oude landkaarten. Maar je kunt ook... ik heb van dat mooie al voorgedrukte A4 kaartpapier daarvoor gebruiken. En uiteindelijk gaan we dus een kerstboompje vouwen die er zo uitziet. Ik heb hier op tafel mijn papier klaar liggen. En om een kerstboom te vouwen hebben we een vierkant stuk papier nodig. Dus dat ga ik als eerste doen. Heb je een oude landkaart ook, knip er eerst een vierkant uit. En hoe doe je dat? Heel makkelijk. Je begint met het maken van een driehoek. Dit is onze vierkant. En die ga ik eraf knippen. Nou, nu we onze vierkant hebben, kunnen we beginnen met het vouwen. We vouwen een aantal lijnen. Zorg dat je al deze lijnen op je papier hebt. Kijk, een soort ster. En dan kunnen we hem samen gaan vouwen. Heb je dus deze mooie in de bek. Kunnen we alle punten weer naar binnen vouwen. En dan zie je eigenlijk al dat het een beetje de vorm van een kerstboom heeft. Dit onderste stuk kunnen we daar afknippen. Zodat we helemaal een kerstboomvorm hebben. En al deze flapjes horen nu om en om te gaan. Dus je vouwt ze weer naar buiten. Zodat je om en om een kerstboomtak krijgt. En nu zul je zien dat je dus eigenlijk alle flapjes om en om naar buiten hebt gevouwen. Waardoor je al deze bijna kerstboomvorm krijgt. Kaart blijven. Dit gaan we oplossen. Neem je kerstboom weer samen. En nu gaan we de takken inknippen. Maak een mooie verdeling. Ik doe 3 streepjes. Maar je kunt er natuurlijk meer van maken wat je wil. Aan beide kanten. Niet helemaal tot het midden. Zoals dit. En nou kan je per kerstboomtak een klein hoekje omvouwen. Zoals hier. En als je die allemaal gedaan hebt, dan zul je ook zien dat de kerstboom veel mooier blijft staan. En dan ziet ons resultaat er zo uit. Dit is de kerstboom. Hij blijft nu ook heel mooi staan. Je kunt hem bijvoorbeeld ook versieren. Ik heb deze met glittertjes versierd. Ik kan je bijvoorbeeld aanraden om in tweedehandswinkel oude landkaarten te kopen en hem daarvan te vouwen. Dan wordt het natuurlijk een stukje groter dan dat je het van een A4 papiertje vouwt. Ben creatief en versier je huis deze kerst ook met kaarten.